Dit gaat over het ergste wat er ooit gebeurd is. Het is een bekend verhaal. Een onvoorstelbaar, verschrikkelijk verhaal van 75 jaar geleden. Het is een verhaal over het uitmoorden van groepen mensen door andere mensen. Aan de lopende band. Als in een fabriek. Eén voor één. Mens voor mens. Dood. Weg. Verbrand. Verdwenen. En als je denkt aan de doodsangsten van bijvoorbeeld, laten we zeggen, Esther Roos, 15 jaar, één mens. Dit is maar één bladzij. Dan is het bijna ondraaglijk te bedenken dat er meer dan 6 miljoen mensen zijn die die angst hebben meegemaakt. Allemaal. En allemaal zijn vermoord. Amsterdam, 2019, december. Dit is Jim. En die gaat samen met 7 andere leerlingen van de Johan de Wit scholengroep uit Den Haag op weg naar het concentratiekamp Auschwitz. Ik mocht mee om te filmen. En toen ik hem vroeg hoe de film moest gaan heten, toen zei Jim, na een dag nadenken, wordt vervolgd. Omdat we dit verhaal blijven vertellen aan elkaar. Krakau, het Florence van Polen met een oud historisch centrum en nu zo'n 750.000 inwoners. Er is een hoge economische groei. Na de oorlog was Polen en Krakau een onderdeel van het Oostblok. Het was communistisch en een groot deel van Krakau is na de oorlog gebouwd. De wijk Nowa Huta, de nieuwe stad. Met, na de val van de muur, een heus Ronald Reagan-plein. Communisme, dames en heren, simpel gezegd, betekent dat je onder dwang gelijkgeschakeld wordt aan iedere ander. Dus iedereen moet hetzelfde verdienen, hetzelfde min of meer denken, hetzelfde min of meer bezitten, et cetera, et cetera. Vroeger was het dus zo dat je in de winkels hier, ze waren niet helemaal leeg, had je weliswaar producten, maar je had niet echt keuze. Dus van elk soort product waren er maar maximaal 2 of 3 soorten. Dit zijn de scholieren van Johan de Wit. Zij worden vergezeld door Leila en Justin, vrijheidsambassadeurs van Den Haag. Zij gaan vandaag in Krakau kijken wat er gebeurd is met de Joden van Krakau. De stad telde aan het begin van de oorlog ruim 200.000 inwoners, waarvan 68.000 Joodse mensen. Ze woonden apart in de Joodse wijk Kashmir. En al snel na de Duitse bezetting van de nazi's moesten zij zich hier verzamelen. Op dit plein heeft namelijk eind 1940 en begin 1941 de selectie plaatsgevonden van Joodse mensen die uiteindelijk aan de overkant van de rivier in het ghetto te werk werden gesteld. Om een daad te stellen hebben de nazi's een aantal mensen die ze hadden uitgeselecteerd, oftewel die dus niet in aanmerking kwamen voor tewerkstelling, die hebben ze hier tegen de muur gezet en neergeschoten. Dit gebouw is vrijwel helemaal gerenoveerd, maar de 2 deurposten, dat zijn geen beschadigingen, dat zijn kogelgaten van de mensen die daar zijn neergeschoten. Sterker nog, dicht bij de deurknop zie je nog het projectiel van een kogel zitten. Iets verderop in de Joodse wijk, overblijfselen van de nazi-bezetting. Er zijn originele hakenkruizen te koop. Niemand acaso. Het is historie. Monete zijn plastica, zilver, groene, original. Niemand, kurwa. Czego mi robisz zdjęcie? Tu se zruba nie mnie. Te koop in een wijk waar nu geen 68.000 Joden meer wonen, maar nog maar 200. Alle Joden moesten weg uit de Joodse wijk. Ze moesten naar de andere kant van de rivier, naar het ghetto.
En daar mochten zij niet uit. Alleen om te werken in de fabrieken. L'amiral in einem, in einem. L'amiral mekabel panim sein. L'amiral mekabel panim sein. Vanaf 1942 werd echter door de nazi's het besluit genomen dat de Joodse mensen structureel zouden moeten worden uitgemoord. Oftewel, dat was het begin van de zogenaamde Holocaust. En dat betekende dat de deportaties op gang kwamen, met name naar kampen in het oosten van Polen. Elke stoel symboliseert 1000 Joodse mensen die of hier zijn omgekomen of vanuit hier zijn gedeporteerd naar kampen en daar zijn omgekomen. Voor wie geld had, was er een ontsnappingsmogelijkheid met lijn 3. Die ging plat liggen op de rails, die werd omhoog getrokken door een luik en ontsnapte uit het ghetto. En zo zijn er echt iets van bijna 800 mensen in die 2 jaar dat het ghetto heeft bestaan hieruit ontsnapt. Is dat allemaal duidelijk? Ja? Zijn er nog vragen over? Okay. Vlak naast het ghetto lag de fabriek van Oskar Schindler. Een ondernemer die werkte met Joodse arbeiders en die arbeiders beschermde tot na de oorlog en ze zo van de dood redde. Deze film, Schindler's List, was voor Jim het begin van zijn interesse voor de Tweede Wereldoorlog. Ik was een jaar of 11. En ik zat met mijn ouders op bevrijdingsdag, zat ik de film Schindler's List kijken. En ik was 11. Dus op die leeftijd is dat wel heftig, ja. Dus toen kwam dat meisje met de rode jas. Je ziet zo'n meisje lopen, die hele film is zwart-wit. Je ziet een meisje lopen uiteindelijk door zo'n straat met een rood jasje. En dat is het enige wat je ziet. En dan een uur later in die film. Ligt ze dood op zo'n stapel en dat vond ik gewoon heel erg, omdat ze ging nog verstoppen en zo. Ze was denk ik een jaar of 6 en mijn zusje was ook rond die leeftijd, dus dat was wel heftig. Dus nadat ik dat had gezien dat ze daar op die stapel lag, was ik meteen naar mijn bed gegaan. En 5 minuten later kwam ik gewoon jankend de huiskamer binnen en daar is het een beetje begonnen voor mij. Toen ben ik meer dingen op gaan zoeken. En toen ben ik heel erg geïnteresseerd geraakt in de Tweede Wereldoorlog, in concentratiekampen en vernietigingskampen en de ideeën van Hitler. Ik heb het vrij weinig over Joden, ik heb het altijd over Joodse mensen. Ik vind het altijd heel erg belangrijk dat ik het woord mensen erbij zet. Wat mij betreft bestaat er ook niet zoiets als een immigrant of een allochtoon. Dat zijn mensen die op zoek zijn naar beter. En vluchtelingen bestaan ook niet, want dat zijn mensen zonder huis. Met andere woorden, ik probeer er altijd de term mensen van te maken. En ik vind dat we in deze tijd schrikbarend snel weer naar een tijd gaan waar we mensen weer categorisch apart zetten van de rest. Karan wist voor de reis naar Auschwitz eigenlijk helemaal niet wat er allemaal gebeurd was. Maar na 1 dag Krakau, op stap met de gids, weet hij het. Ik heb een heel vreselijk gevoel daarbij. Ik voel me echt verrot. Ik denk aan de mensen, wat ze meegemaakt hebben. Hoe ze dat verdragen hebben en hoe brutaal de leiders waren. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Ik word er heel emotioneel van. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren over de geschiedenis. En ik lees ook die boeken over geschiedenis. Ja, ik vind de geschiedenis leuk. Ik wilde al heel lang naar Auschwitz toe om zeg maar begrip te hebben, zeg maar hoe het toen was voor die mensen, voor de Joodse mensen, zeg maar, om daar te zijn. Als je bijvoorbeeld filmpjes of foto's gaat bekijken, dan voel je die sfeer niet. Maar ik denk dat als je daar echt staat zelf, dan dat het nog meer indruk op je maakt. Hier in Polen hebben we een heel groot probleem. Homoseksuele mensen worden hier niet geaccepteerd. Er zijn letterlijk knokploegen die dat soort mensen in elkaar slaan. En de regering doet zo, omdat ze eigenlijk stilzwijgend dat goedkeuren. En in West-Europa hebben we ook diverse groepen mensen die we heel makkelijk een beetje opzij zetten, want ze zijn anders. Ik vond het eigenlijk best wel wreed eigenlijk. Gewoon, ja,
Gewoon, ook gewoon die verhalen die je te horen krijgt en hoe het allemaal was geregeld. En het, ja, ik vond het eigenlijk best wel heel vreed hoe het was gegaan. Dat er gewoon mensen dood worden geschoten zonder reden. Ja, dat vind ik best wel, ik weet niet, onmenselijk. Ik ben boos dat heel veel verhalen nog steeds niet worden gehoord. Ik vind het wel heel goed dat zoveel verhalen naar voren komen van zoveel Joodse mensen en andere culturen die mee te maken hebben. Maar voor mij valt een beetje van de geschiedenis van homoseksuelen weg, omdat zij dan niet nooit worden beschreven. Christina is boos omdat er zo weinig verhalen zijn over bijvoorbeeld homoseksuelen of Sinti en Roma, zigeuners, die ook zijn vermoord door Hitler. Hitler geloofde in de Arische Übermensch. De rest waren Untermenschen. Recht voor jullie zien jullie wel de grote gele M van McDonald's. Een beter teken dat men hier gewoon doorleeft, kan je niet verzinnen. Zondag vroeg, de stad Oswiecim, door de Duitsers uitgesproken als Auschwitz. We zijn op weg naar het werkkamp, vernietigingskamp, Auschwitz-Birkenau. En als je nou zo meteen naar links kijkt, dan zien jullie een gebouw met drie grote ramen. En dat was de bakkerij van Auschwitz. Ik zal aanwijzen. Hier precies tussen die gebouwen, dat grijze gebouw met die drie grote ramen. Zie je het boven elkaar? Ja. Dat was de bakkerij van Auschwitz. Niet zozeer de bakkerij voor de gevangenen die hier zaten, maar voor de mensen die hier dus werkten, de SS'ers. Arbeid mag vrij, hard werken heeft je vrijheid terug. En die gevangenen hebben dat bord gemaakt en dat hebben jullie neergehangen. Maar die gevangenen die wisten dat het niet waar was. Als je hard werkt, dat je je vrijheid krijgt. Dus ze hebben die B van arbeid op zijn kop gezet. Kom maar mee, loop maar mee, loop maar mee. Dus ze hebben die B van arbeid op zijn kop gezet. Kijk, als je er straks onder doorloopt, kan je het zien. De oude barakken zijn ingericht als museum. De barakken waren bestemd voor diegenen die moesten werken in de fabrieken of in het kamp zelf. Op de muren kopietjes van tekeningen van kinderen die ze in het hout en op de muren van de barakken hebben gekrast. Maar kijk, hoeveel mensen? 4,5 miljoen staan erin. Er zijn 6 miljoen Joodse mensen vermoord. Ze staan op alfabetische volgorde. Kijk. Dit is maar één bladzij. En dan praat je nu alleen over Joodse mensen. Die deur die ging open, de mensen die tegen de deur stonden, die donderden zo die trein uit. Die braken hun benen. Ze gingen naar het beloofde land toe.
En staan ze eenmaal om ze heen te kijken. Is dit het nu? Zonder luidsprekers op het perron. Welkom in het nieuwe land. Allemaal goed luisteren wat er gaat gebeuren. Zoals de eerder kan je je gaan douchen. Zoals de eerder kan je dus verenigd worden met je familie. Maar in verhouding, als je kijkt naar een land als Nederland en de grootte. Ja. En dan hoeveel mensen zijn afgevoerd en vermoord is bizar. Was het, waren er zoveel meer Joden in Nederland dan... Ja, begrijp ik. Maar als je kijkt naar de grote... Nederland was het eerste land in Europa die eigenlijk zijn Joden uitleverde aan de Duitsland. Dus die was... Dat was het eerste, wilde weer het beste jongetje van de klas zijn. En op de plek waar jullie nu staan, dat is eigenlijk wel een symbolische plek. Hier was namelijk een munitieopslagplaats. En toen men klaar was met dat experimenteren van dat Cyclone B-gas, heeft Rudolf Huss die munitieopslagplaats omgebouwd tot eerste gaskamer. Je hebt er net een maquette gezien, heb je een kleedruimte gezien. Maar hier was geen kleedruimte. De mensen moesten zich eigenlijk uitkleden op exact dezelfde plek waar jullie nu staan. Buiten. Oké, kom maar. Gegil, angst, dood na 15 minuten. En dan werden de lichamen in de ovens verbrand tot as. Dat was wel echt super indrukwekkend. Als je dan daarvoor ook al die foto's ziet van die mensen die hier... echt hebben rondgelopen en gezeten, die dan in die kamer hebben gestaan, dat voel je wel echt. Ja, voelde je het? Ja, ik voelde het wel. Het ging echt een soort van nare rilling door mijn lijf heen. Er stond daar ook, het was een gigantische muur en er stonden allemaal namen op en ik ging voor die muur staan. En ik zag gelijk Schravenhagen en dat is toch gek hoe je dat dan echt heel erg als een stuk van jezelf beschouwt, iemand uit jouw stad. En toen ging ik kijken. Bleek om een meisje van 8 te gaan, dus die kwam hier toen ze 8 was en die is niet ouder geworden. Het is echt, kinderschoentjes. Ik heb zelf 2 kinderen, ik zag schoentjes liggen in hun maten. Dat gaat echt door merg en been gaan. Het is zo dubbel, deze plek, want als je nu ook kijkt hoeveel mensen hier zijn. Gewoon een soort giethoorn of de Efteling, weet je. Gewoon eens in de rij staan om zo'n barak binnen te gaan. Het verhaal verdient heel erg rust en dat alles wat er gezegd wordt, dat het even op je in kan werken. Maar daar is niet zoveel tijd voor, want er staat alweer een andere gids achter je hetzelfde verhaal te vertellen. Dus dan ben je daar weer door afgeleid en je moet snel doorlopen, want we moeten door. 3 kilometer vanaf het werkkamp Auschwitz... ligt het vernietigingskamp Birkenau, met verbeterde gaskamers, ovens en verbrandingskuilen. En boven in de wachttoren verbaasde gezichten door de grootte, het enorme oppervlakte van het hele gebied. Als
Soms was het zo druk in het kamp dat de mensen niet meer direct verwerkt konden worden. Dan zaten ze hier nog 2 dagen in de brandende zon in de tuin. Alvorens ze eruit gehaald werden. Kijk je nu anders naar die hele oorlog, door wat je hier hebt gezien? Ja, dat wel, ja. Het brengt je wel een heel ander gevoel, zeg maar, wat er gebeurd is. Dus je hebt wel, zeg maar, een inkijk, zeg maar, een verdieping. Wat je, zeg maar, in de leesboeken leest tijdens de lessen. Ja. Hoe was het voor jou, Christina? De vader van mijn opa, die heeft ook moeten meevechten met de nazi's. En ik weet niet waar hij gestorven is. En daarom kan ik me voorstellen dat misschien hij een van die was die de nazi's heeft verraden of zo. En dan ook in de crematorium was. Maar dat weet ik niet. En ja, dat is... Ik weet niet, ik voel leegte, maar ik voel ook verdriet. Maar ik ben ook boos en ik weet niet wat ik moet voelen. En op wie ben je boos dan nu? Nou, met mensen überhaupt dit soort van idee hadden bedacht. Zelfmoord was verboden. Want als jij dus in een barak zat, zeg dat je in deze barak zat, en jij zei tegen jouw mensen in jouw barak, joh, ik ben er klaar mee, ik loop tegen dat prikkeldraad aan. Ja. Dan legden ze je 's nachts al een kussen op je hoofd, want als jij zelf moet plegen, werden er 10 andere mensen uit jouw barak aangewezen en werden opgehangen. Want die nazi, die wilde tot je dood bepalen wat jij deed. Leila en Justin, de vrijheidsambassadeurs van Den Haag, praten over wat Leila heeft meegemaakt toen ze 9 jaar was en in Bosnië woonde. Oude Joegoslavië en hoe ze bezet werden door de Serviërs. Ze moest onzichtbaar zijn in die oorlog. En na 2 jaar oorlog konden ze vluchten met haar familie. Haar vader was radeloos en toen kwamen ze Nadia tegen. En ze zei, waar ga je heen? En hij begon te huilen en zei, ik weet het niet. Hij zegt, ik heb mijn 2 kinderen en mijn vrouw is ziek. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Dus ze zei tegen hem, van, als je me nou je onderduikadres geeft in Belgrado... Dan zorg ik ervoor dat jij papieren krijgt om naar Nederland te kunnen vluchten. En dat is ook gebeurd. Zij heeft haar woord gehouden. En ze heeft ons papieren gestuurd. Ik haat geen Serviërs. Wij zijn bezet geweest door Serviërs, maar wij zijn ook gered, mede door Serviërs. Door Nadia was een Bosnische dame, maar mijn vaders vriend, hij is een Serviër die ons ondergedoken heeft gehouden in Belgrado voor het gevaar van hem en zijn gezinnen, 2 dochters. Maar hij hield van mijn vader en hij wilde zich niet... verrot laten maken. Ik weet niet hoe je het anders kunt noemen. Want als je stapgewijs jezelf steeds meer dit laat toestaan om te kunnen doen, dan ben je uitgeschakeld als mens. Dan heb je gewoon geen geweten meer. Dan voel je niks meer. Maar die Duitsers waren ook hele liefdevolle ouders. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus het is heel raar dat je dus als mens een soort van voor de helft uitschakelt voor een bepaalde groep of voor een bepaalde soort. Dat is toch bizar? Ja. Dat je dit, en dat is wat we in onze geschiedenis zien. En daarom is het belangrijk om geschiedenis te kennen. Om te begrijpen waar dingen vandaan komen. En ook om te leren dat we ons niet tegen elkaar mogen laten uitspelen. We zeggen never again. Maar het gebeurt nu nog steeds. Het is 25 jaar, 26 jaar geleden in Europa ook gebeurd weer. In voormalig Joegoslavië. En we zien het nu in Syrië, in Mali, in Jemen. Dus wij moeten als mensen zorgen dat we een ander altijd als mens blijven zien. En dat die persoon net zoveel waard is als wie dan ook.
Nou, ik had vorige week vrijdag een gesprek met mijn vader gehad. En hij zei tegen mij soort van, nou, wie weet als het waar is of niet. Dus wat ik meeneem is dat ze gewoon tegen mijn vader vertellen dat dit niet zeg maar een mythe is of zo. Maar gewoon, dit is echt gebeurd. En toen zeg maar, ook als het een mythe is, wie zou dat dit kunnen bedenken? Zeg maar zo nare dingen. Zo gedetailleerd. Je vader twijfelt? Ja, volgens mij wel. Jij hebt zelf Poolse roots. Ja. Wist jij dit? Weten mensen dit? Ja, ze weten het wel, maar ik denk niet dat ze het echt zo... Dat ze dit echt... Kijk, eigenlijk moet je het zelf meemaken om echt te weten hoe het echt is. Want je ziet het niet. Je wilt het ook niet zien, maar je ziet die aantallen niet. Stel voor je ziet het echt voor je, dan is het nog erger. Maar nu zijn het alleen getallen. Dat je hoort. Je ziet het niet. Als je hier staat, is het ook echt heel anders dan als je het op filmpjes ziet of zo. Want als je hier bent, dan heb je alle ruimte om er uitleg over te krijgen. En het gevoel wat je hier hebt als je hier loopt, het is een heel duister en naar gevoel wat je hebt. En ik schaam me gewoon voor de mensheid dat ze dit hebben gedaan. Dat ze dit hebben durven doen. Weg van de plek waar 1,3 miljoen mensen door de nazi's zijn vermoord. Een absurd getal. Een zwaar en bijna onbegrijpelijk verhaal. Wat steeds opnieuw verteld moet worden. 75 jaar na dit verhaal hebben we in Nederland in vrijheid geleefd. Wordt vervolgd.